De regionale verkiezingen zorgen voor een heuse aardverschuiving op de banken van het Vlaams parlement. Om en bij de helft van alle parlementsleden zijn vernieuwd. Vanaf oktober start voor hen het echte werk. Actua TV wacht echter niet zo lang om hen aan u voor te stellen. Nieuwe Leeuwen leidt de nieuwe parlementsleden voor het eerst binnen in de plenaire zaal van het Vlaams parlement. Pas verkozen op 7 juni voor het Vlaams parlement voor lijsttrekker in de kieskring Vlaams-Brabant. Ik ben 34 jaar, ik ben ondernemer en vanaf 30 juni ben ik ook Vlaams volksvertegenwoordiger. Laten we even terugkeren naar de dag en de avond van de Vlaamse verkiezingen op 7 juni 2009. Hoe is die verlopen voor u? Maar heel hectisch. Ik denk eens... Enfin, een dubbel gevoel had ik die avond. Blij dat de campagne voorbij was. Dat had ik al van zaterdagavond zo'n beetje dan gevoeld dat de campagne de drukte vooral van je wegglijdt. Want je komt uit een heel hectische periode. En dan begint 's middags de eerste resultaten binnen te komen. En dan heb je al een eerste indicatie. En dan wordt het ook heel spannend. En ben je ook in volle verwachting, wat gaat het geven? En het dubbelgevoel een beetje, we hadden de lat op 10% gelegd. En we hebben maar een 7-8% gehaald. En daar toch een klein beetje ontgoocheling. Ik ben daar eerlijk in. De lat lag op 10. We zijn absoluut van 0 naar 8 zetels in het Vlaams parlement gegaan. Op zich is dat heel positief. Maar vooral, we hadden gehoopt op die 10 zetels. We hebben verloren ten opzichte van de peilingen, maar daar hebben we ook nooit in geloofd. Daar zijn we ook eerlijk in. Maar bijvoorbeeld, ik mis wel iemand naast me hier in het Vlaams parlement. Ik had gerekend samen met Anne de Baatselier vanuit Vlaams-Brabant te kunnen gaan. Ben ik alleen geworden. Vind ik wel een beetje spijtig. Vooral omdat het heel nipt was dat we die zetel gemist hebben. En ook in Antwerpen, Monique de Haan op de tweede plaats, is een zetel die we opgerekend hadden. En dat waren die 10 eigenlijk. En die zijn in ieder geval, dat is spijtig, dat twee mensen die toch met hart en ziel in de campagne ervoor gegaan hebben, die ook heel gedreven waren om de volksvertegenwoordiging waar te nemen, dat die er niet bij zijn. Maar dat is nu eenmaal eigen aan het politiek spel. Deze keer hadden we er 8, volgende keer hebben we er 10, misschien 12, misschien 14. Nu is het aan ons om de 8 nieuwe Vlaams volksvertegenwoordigers van lijsttrekker om te bewijzen dat wij de stem van de kiezer waard zijn. Of waren, dat we in de toekomst kunnen groeien. Lag het resultaat binnen uw persoonlijke verwachtingen? Voor mezelf wel, absoluut. Ik heb altijd voor mezelf gezegd dat ik ergens rond de 5.000-6.000 stemmen wou halen. Die heb ik ook gehaald. Omdat ik ben ook heel lang uit de nationale politiek verdwenen. Ik ben letterlijk, mijn slogan was van de dorpsstraat naar de wetstraat. Ik ben letterlijk uit het kleinste dorp van Vlaams-Brabant verkozen in de wetstraat. Ik ben er ook fier op. Glabbeek heeft maar een 4.000 kiezers. Dat is echt een heel kleine gemeente. Ik ben ook de eerste rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiger in die gemeente. Sinds het ontstaan, sinds het bestaan van Glabbeek. En verder, ja, ben ik tevreden dat we in mijn streek, het Hageland, Aarschot, Tiene, Dist, waar ik echt 2 jaar keihard gewerkt heb met lijsttrekker, met vele andere mensen trouwens, dat we daar 9-10% gehaald hebben. Alleen in West-Brabant, Half-Ilvoorde, hebben wij het iets minder goed gedaan. Dat was 2 jaar geleden ook al het geval. Daar moeten wij verder werken en zullen wij hard moeten werken de komende jaren. Om het waar te maken naar een volgende verkiezing toe. Maar natuurlijk, daar heb je ook een beetje de invloed gehad van de N-VA. Ook de Union Francophone heeft daar enorm gescoord. Was heel communautair geladen, die streek. Ik denk dat wij als lijsttrekker daar vooral nog meer moeten aan lokaal verankering doen. Nog meer mensen op het terrein moeten hebben om ons programma kenbaar te maken. Want dan stel ik toch vast, in die streken waar wij effectief lokaal verankerd zijn, waar wij in de gemeentebesturen zitten, waar mensen ook ons programma kennen, daar scoren we de 10%. En in mijn eigen streek hadden we die. Alleen heel spijtig dat NIPT, die tweede zetel, niet behaald werd in Vlaams-Brabant. Dat vind ik het spijtige aan het verhaal. Ik had die echt willen halen, ik ben daar eerlijk in. Maar verder ben ik wel tevreden over het resultaat. Wat staat u te wachten als Vlaams volksvertegenwoordiger? En beseft u dit al? Maar ik ben geen politiek groentje, om het zo te zeggen. Ik ben op 21 jaar ben ik nationaal voorzitter geworden van de VLD Jongeren.
En dat was heel jong, dat was iets te jong zelfs. Ik weet hoe hard het bedrijf is. Ik weet ook wat er verwacht wordt. Ik heb me ook 2 jaar hierop voorbereid. Het is niet dat ik dit half rond binnenstap zonder enige bagage of voorbereiding. De dossiers die ik in de commissie openbare werken, mobiliteit en energie zal behandelen, daar ben ik al mee bezig. Dus op dat gebied verwacht ik toch nog wel serieus wat werklast. Hè, want nu was het nog zonder deadlines. In de commissie gaat steeds wel er een druk zijn, in de plenaren ook. Dus het zal misschien nog iets hectischer worden, maar ik ben toch al wel, denk ik, op toerental wat betreft mijn voorbereidingen qua inhoudelijke dossiers. Politiek is soms een hard en meedogenloos beroep. Kan u hard genoeg zijn om het hier waar te maken? Ik heb in een partij gezeten waar ze u hard maken. Ik merk dat ik, 2 jaar ben ik nu ook partijsecretaris van Lijst de Dekker. Wij zijn een andere partij dan een partij waar ik ooit lid van geweest ben. Daar voelde je af en toe al eens messen. Daar voelde je ze letterlijk. Bij Lijst de Dekker stel ik toch vast. In de pers wordt het misschien gepercipieerd soms dat we interne ruzies hebben. Bij ons komen die naar buiten. Ik vind dat ook niet goed. Maar in die andere partij komt dat niet naar buiten en daar wordt intern afgerekend. Dan heb ik soms liever dat onze groeipijnen bekend zijn, dat het interne krakeel soms het publiek het ook kent, maar dat we niet doen aan een messenstekerij cultuur en dat we binnen Lijst de Dekker, en dat merk je toch wel in ons nationaal partijbestuur vooral, en in ons dagelijks bestuur, dat we één groep zijn, één ploeg, die achter en zij aan zij met Jean-Marie de Dekker voor één doel gaat. En dat is een andere en een betere politiek in Vlaanderen. Op wat mogen de kiezers u afrekenen? De kiezers mogen mij afrekenen op hetgeen wat ik beloofd heb. Ik heb altijd gezegd gehad, ik wil de dorpsstraat terug in de wetstraat brengen. Ik wil terug echt een vertegenwoordiger van het volk worden. Ik wil me daarom ook zo dicht mogelijk bij het volk zetten. Bij mijn kiezers, dat zij ook mij kunnen continu toetsen aan hetgeen wat ze van mij verwachten. Ik ga ook heel kortelings het secretariaat openen in mijn eigen streek in de regio Tiene, waar de mensen dagelijks terecht kunnen met problemen, met vragen. Kortom, alles wat een volksvertegenwoordiger nodig heeft, qua input van de bevolking, moet je hebben. En dat is hetgeen wat de politiek vandaag soms vergeet. Heel veel politici en volksvertegenwoordigers hebben nog wel een kantoor in Brussel, maar hebben hun kantoor in de dorpsstraat al lang gesloten. En dat wil ik terug openen. Ik wil effectief bereikbaar zijn voor de mensen. Niet tijdens de verkiezingen afkomen met slogans midden de mensen, onder de mensen, voor de mensen. Maar ik ben mee de mensen en ik wil tussen de mensen effectief bereikbaar zijn. En daarmee vind ik die lokale verankering, die dienstbaarheid en ter beschikking staan van de bevolking, absoluut heel belangrijk. En daar mag de kiezer mee op afrekenen, moest ik dat de komende 5 jaar niet doen. Beschrijf uw ambitie in het Vlaams parlement. Mijn ambitie binnen het Vlaams parlement is gaan voor de ambitie waar ook Lijst de Dekker voor gaat. We zijn opgericht als partij als reactie tegen de huidige politieke partijen. Wij willen af van het goed bestuur en welke vorm van bestuur dan ook. We willen gaan voor gewoon eerlijk bestuur. Ik denk dat de kiezer recht heeft op dat eerlijk bestuur. Na 2 jaar geen bestuur zelfs op federaal vlak, denk ik vooral dat de kiezer verwacht van ons dat wij in Vlaanderen effectief gaan eerlijk besturen. Lijst de Dekker heeft daarvoor het sociaal-economisch programma. We hebben daarvoor de ingrediënten, we hebben daarvoor ook de mensen. Want in het Vlaams parlement gaan we ook een fractie zijn zonder Jean-Marie de Dekker, want hij blijft in het federaal parlement. En ik ben er zeker van dat ik zelf en mijn 7 collega's hier in het Vlaams parlement effectief de verandering kunnen brengen. En dat wij het gezond verstand in Vlaanderen willen doen terugkomen. En zeker in dit halfrond. Op welke dossiers zal u zich toeleggen en waarom? Vooral openbare werken en mobiliteit. Waarom openbare werken en mobiliteit? We staan de voorbije jaren meer en meer stil. Het mobiliteitsprobleem is een van de grootste problemen van de hedendaagse maatschappij. Openbare werken is daarmee verbonden, is heel belangrijk. Wij vinden dat er veel te lang alleen is ingezet op openbaar vervoer. Wij pleiten voor co-modaliteit, dat wil zeggen op elk vervoersniveau inzetten. En we willen een forse inhaalbeweging doen op openbare werken, in weginfrastructuur, om veiliger wegen te krijgen, maar ook terug vlotter verkeer. Tweede ding wat mij enorm interesseert is de commissie tewerkstellingen ondernemen. Absoluut die commissie, omdat ik zelf ondernemer ben. Ik blijf ook ondernemer. Ik zal geen fulltime politicus worden. Ik denk dat ik een van de weinige lijsttrekkers was de vorige verkiezing die niet betaald was om markten te doen. En ik ben daar fier op en ik zal dat ook blijven.
Maar ik zal ook blijven markten doen. Maar ik zal ook blijven een job behouden naast de politiek. Nu, natuurlijk zal dat op een lager pitje zijn dan ervoor. Maar ik wil echt die verbondenheid houden met het zakenleven. Ik zou ook trouwens elke dag nog tussen mijn eigen werkmensen en tussen mijn eigen personeel sta ik tussen hen op de werkvloer. Omdat ik vooral ook continu wil die voeling behouden. Ik vind ook een ondernemer, een patroon, mag ook niet in een ivoren toren boven zijn personeel zitten. Ik heb dat nooit gedaan. En ik vind ook een politicus moet ook die voeling houden met het bedrijfsleven, met de werknemers, maar ook met de werkgevers. En anderzijds nog een belangrijk dossier is binnenlands bestuur, intercommunales, energie. Daar wil ik me vooral gaan op toeleggen. En ik wil vooral een einde maken aan de politieke zelfbediening die er vandaag binnen heel veel intercommunales gaande is. Ik heb daar al voor de verkiezingen een uitgebreid dossier over gemaakt. Ik heb daar toen ook de 25 miljoen euro politieke zelfbediening per jaar aan het licht gebracht. Evenveel wat het de koninklijke familie ons kost. Daar wordt door heel veel partijen dan wel op gereageerd. Nu, wij vinden ook dat dat goedkoper kan, maar als dan nog eens de lokale politici jaarlijks 25 miljoen euro aan politieke zelfbediening doen, daar wil ik een eind aan maken. Dat vraagt de kiezer niet, dat heeft de politiek ook niet nodig en dat heeft de bevolking ook niet nodig. Gebruik die middelen om de energieprijzen te doen zakken en heel veel mensen kunnen al veel eenvoudiger hun energiefactuur gaan terug kunnen betalen, want die prijzen die zijn te hoog geworden voor heel veel gezinnen en daar willen we iets aan doen. Hoeveel tijd zal u spenderen aan uw job als Vlaams volksvertegenwoordiger? Maar ik ben altijd iemand geweest die, ik was nationaal partijsecretaris en ik deed dat halftime officieel, om het zo te zeggen, maar mijn halftimes zijn al fulltimes, dus ik denk dat ik absoluut fulltime een volksvertegenwoordiger ga zijn. Ik ga ook fulltime een ondernemer blijven, maar hoe dat in werkelijke tijdsbesteding zal zijn, denk ik dat ik 2 dagen de week sowieso in Brussel zal zitten. Dat ik alle andere dagen en avonden in mijn eigen streek zit ter beschikking van mijn kiezers, sowieso. En dat ik tussendoor ook mijn andere werkzaamheden ga doen, maar ik zal er ergens een mix moeten in vinden. Dat zal even zoeken zijn, denk ik, maar die vind ik wel. Maar ik zal absoluut niet het een verloochenen voor het ander. Zal u zichzelf evalueren of u goed bezig bent of niet? Ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is. Hoe evalueer je jezelf als politicus? Ik denk vooral dat dat de kiezer moet doen. En ik denk voor mezelf dat ik daar een oplossing voor gevonden heb. Want wat ben ik sowieso van plan? Dat ik de komende periode effectief ook markten ga doen, buiten verkiezingsperiode. Dat deed ik ook al ervoor. De voorbije 2 jaar sinds het ontstaan van Lijst de Dekker deden we regelmatig de markten met onze roadshow. De hardwerkende Vlaams-Brabander met SOS Gezond Verstand, een peiling die we gedaan hebben. Nu, wat niet goed is voor mijn stem, want ik sukkel tegenwoordig enorm met mijn stembanden. Vooral door 3 maanden de markten gedaan te hebben. Maar goed, daarvoor bestaat logopedie. En de dokter heeft mij toch gezegd dat het zonder operatie kan verholpen worden. Maar sowieso, ik denk dat dat de enige manier is om voeling te houden met je kiezer. Effectief ook buiten komen als er geen verkiezingen op komst zijn. Ik denk dat de kiezer dat gaat waarderen, 1. Maar 2, vooral ook dat je dan ook de reacties krijgt van de kiezer. En de politici, en het is dat wat ik daarnet ook vooral vertelde, heel veel politici hebben een kantoor in Brussel, maar hebben al lang hun kantoor in de Dorpsstraat gesloten. Dat kantoor moet terug open, niet alleen met effectief een kantoor te hebben in je kiesgebied, wat ik ga effectief ook doen, maar vooral ook om continu te luisteren. En te veel politici in dit half rond, zoals ik het kan waarnemen, zitten te vaak in die ivoren toren en daar moeten we uit. Ik denk de enige manier om terug het vertrouwen van de politiek bij de mensen te herstellen, dat is door de mensen terug die stem te geven, die volksvertegenwoordiging, terug effectief vertegenwoordigers van het volk te maken. En niet alleen stemmachines in dienst van een politieke partij die er op 1 van de 3 knopjes komen stemmen wekelijks. En daar wil ik echt het verschil maken. Ik wil effectief terug een volksvertegenwoordiger worden die de stem uit de Dorpsstraat in de Wetstraat brengt, maar die ook continu zal peilen in die Dorpsstraat of ik wel goed bezig ben. En daarvoor wacht ik geen 5 jaar, maar dat ga ik doen minimaal 2 maal per jaar. En daar met de kiezer mee op afrekenen. Peter Eekmans, een lijstendekker, zal hij in Vlaams-Brabant om het half jaar op de marktpleinen zien om te komen peilen naar de reacties en de mening van de kiezer.